tellen van hun pantalon. We beginnen weer bij basis A. We gaan nu naar herhalen van basisconstructies. En we kiezen, we hebben twee keuzes. Pantalon 10 of pantalon 70. Pantalon 70 gebruiken we voor de jumpsuit. Die hebben we al in een ander filmpje behandeld. En pantalon 10 gebruiken we eigenlijk voor iedere andere broek. Oh nee, pantalon 60 kunnen we nog voor een pyjama broek gebruiken. Dus, maar pantalon 10 is eigenlijk degene die je bijna altijd gebruikt. Ook voor leggings en dat soort dingen. Pantalon 10. Als eerste gaan we weer natuurlijk onze eigen maten erin zetten. Dus we gaan weer maat 128. En dan gaan we eerst eens kijken. Kijk, en dan zien we dat daar bijvoorbeeld een hele wijde kniewijdte en voetwijdte in zit. En dat klopt ook, want die zijn bij een broek zijn dat handmatige maten. X-paardes. Dubbelklik. Ga ik als eerste rechtermuisknop. Gaan we naar klaarwerkmaat, want daar staan ze. En dan maak ik hier maar eens even 38 van. En dan maken we daar maar eens even 34 van. Nou, dan zijn we al een heel stuk verder. Dan zien we dat al. Zullen we die eens even opslaan? Dat is onze eigen basis. Slaan we die weer op. En we hadden hem nog. Oh, hebben we nog niet opgeslagen? Yes, nu wel. Nu wel. Nee, waarom kom jij niet omhoog? Even kijken. Ik had hem. Oh, daar. Hij staat gewoon in een ander mapje. Hier heb ik hem. Dus gaan we benoemen. DF. En dan zeg ik broek 128. Ja, dan weten we weer dat onze eigen maat daar zit. Bij de broek, wat ik dus al zei, de kniewijdte en de voetwijdte zijn X-waardes. X-waarde wil niets anders zeggen als zij zijn maten die je zelf bepaalt en er zelf inzet. Omdat het ook bij ieder bedrijf is anders hoe die graderen. De ene bedrijf gradeert de knie en de voet met 10 mm. Een ander zegt van voet is 10, knie is 15. En dan is voet is 15, knie is 20. Dus omdat er zoveel variatie in zit, hebben we dat vrijgelaten en moet je die er zelf altijd inzetten. Ook wanneer die gradeert. Ik zal straks laten zien wat er gebeurt namelijk. Voor een maat 128 zit er wel erg veel koep in die broek, zoals die nu gegeven is. Dus we gaan eerst naar rechtermuisknop. En dan zeggen wij koep voor plus bandplooien. Nu kunnen we die koep voor kan ik dichtslepen. Want ik heb eigenlijk geen koep nodig. Zeker in de maat 128. Dus ik pak hem vast. En droog naar boven. Ik pak hem vast. Ik kan hem openen. En zo maak ik hem open. En naar beneden sleep ik hem dicht. Dus vastpakken, slepen en klikken. Wat je ook kunt doen, is de rechtermuisknop, via de opties, is, dat, en dat zit, even kijken, volgens mij is dat de tweede optie, ja, hier. Je kan er ook bandplooien van maken. Dus met één schakeling, ja, één schakeling in optievenster, schakel ik van een glad pantalon naar een bandplooipantalon. En die bandplooipantalon, die heeft in dit geval, omdat het maat 128 is, twee plooien van 2 centimeter. En die zijn gesloten op de bovenbeen, die zit de pantalon weer op de strakke wijdte. Dus vroeger was het zo dat, even kijken, die heeft daarmee te maken, hier. Vroeger, en dan spreek ik over jaren 80, waren bandplooien, die liepen helemaal tot onderaan de pantalon. Tegenwoordig, sinds deze eeuw, vinden we het eigenlijk heel mooi dat we een slank gesneden broek hebben. Dus die bandplooien die eindigen eigenlijk vrij hoog in de pantalon. Het grote, van handmatig is dit veel lastiger te tekenen. Je knipt op zich handmatig het hierdoor, maar je krijgt altijd de vervorming van de naden. En met de computer zijn dit soort dingen heel makkelijk te doen. Je kunt hiermee spelen, je kunt hier meer koep geven, minder koep geven. Je kunt de verdeling tussen de ene koepnaad of de andere koepnaad kun je bepalen. En je kunt natuurlijk de plaats van de koepnaden kun je bepalen. Dan waar zit, kijk, zelfs de bovenkant van de broek kun je wat opschuiven, zodat waar zit precies het midden. Je kunt de plooien schuin zetten, mocht je willen, enzovoort. Dus ik zet het nu weer even terug
op gewoon op standaardwaarde. En dan kunnen we de knop daarnaast kunnen zeggen aangeknipte tailleband, ja of nee. Dus wil je een hoger verhoogde taillebroek hebben, waar je met een belegwerk bijvoorbeeld in plaats van met een tailleband, dan kun je de taille verhogen. En deze kun je straks ook in het sleepbereik op weer hoger maken en lager maken. Dus dat kan allemaal. De rest van de sleepbereiken gebruiken we eigenlijk weinig of niet. Misschien is het handig om deze nog te weten. Kijk, nu hou ik rekening met als ik op het lichaam zak, dan wordt mijn taille natuurlijk wijder, hoe lager op mijn lichaam zit. Dat kun je aanzetten of dat kun je uitschakelen. Ja, het staat aan of uit. Over het algemeen staat het op aan en dan zou ik het in eerste instantie ook laten staan. Dat is wat betreft de opties van de broek. Gaan we door, want we waren gebleven bij... Nou, toegiften zit, laat ik daar nog even naar kijken. Standaard zit er een toegift van 3 centimeter op de heupwijdte. En de broek zit nooit helemaal strak, zit altijd op de heup. Kijk je naar een jeans bijvoorbeeld, dan zit er... Bij kinderkleding niet, maar bij volwassenen zit er 8 tot 10 centimeter overruimte in. En toch heb ik een passende tailleband. Als je goed kijkt bij een volwassen jeans, en ook bij kinderjeans, dan zie je die tailleband is passend, maar de broek die eronder zit, is ingewerkt. Dus die is eigenlijk, als je het patroon neerlegt, zit daar een grotere taille in dan de tailleband zelf is. En dat is 4 tot 6 centimeter wordt er vaak ingewerkt. Dus weet dat als je met baggy jeans gaat werken, dat je dus inderdaad een niet passende tailleband, de taille en de tailleband, dat die eigenlijk niet op elkaar passen, maar dat die ingewerkt moet worden. Dan, deze zagen we net bij de salopette al, maar hiermee kan ik, dit is een staarbroek, dit is een zitbroek. Dus hoe hoger die hoek is, hoe meer ruimte ik krijg om gewoon te gaan zitten, om die 90 graden hoek te maken op het moment dat ik ga zitten. Even kijken. Ja, en verder zit er, en hier is de verdeling tussen de kruisdiameter voorbeen en achterbeen. Van hoe gaan we dat doen? Dus dat maak ik niet gebruiken. En hier kan ik mijn toegift, altijd nog wat extra toegift. Zeker mensen met bolle billen kan dat wel wenselijk zijn dat je daar wat extra ruimte in geeft. Dan gaan we door naar klaar werkmaat. Dat zei ik net al, dat zijn de kniewijdte en de voetwijdte. Die zet je er zelf in, dus zet er je ook eigen kniewijdte in bij iedere maat. Dus dat komt later. En verleggen lijnen. Bijvoorbeeld als je een salopet maakt, dan wil je dat die kruis gaat verdiepen. Ook bij een bandplooibroek verdiept die ook, maar dat doet de computer automatisch als je een bandplooi erin zet. Ja, dus die mag gewoon op nul blijven staan. En je kunt ook, maar dat is meer maatkleding, de benen verplaatsen. Of bijvoorbeeld bij een rechte jeans, straight cut. Of de self-edge jeans, die zitten met zijn mooie rechte zijnaad. Dan kun je op deze manier de vouwlijn kun je rechteronder plaatsen. Dus echt wel zoeken dan naar de juiste pasvorm. Maar je kunt zo'n vorm dus helemaal manipuleren. Koep voor en plantplooi hebben we net behandeld. Koep achter. Ja, er zitten 2 standaard naden in. In principe is het eigenlijk altijd maar 1. De 2 die zet ik in het midden. Dus die pak ik op 50%. De wijdte in dit geval is 25. Voor een kinderpantalon vind ik dat prima. De lengte mag voor mij iets langer. Ook bij een kinderpantalon in dit geval maak ik hem 110. Nee, niet 11. 110. Ja, dan krijg ik wat meer de lengte. En meestal wordt die seizoen verwerkt in een heuppas, zeker bij een jeans. Ja, dus over het algemeen blijft die daar niet zitten. Alleen bij klassieke pantalons laat je hem daar zitten. Taille en aangeknipte band. Je ziet hier al ook weer die groene lijn. Hè? Dus als ik die seizoen stik en ik zet de zijnaden aan elkaar. Hoe is het dan het verloop van mijn kledingstuk? Die zie je hier weer lopen. Ik kan heel makkelijk... De voorpand heel makkelijk laten zakken. Of het achterpand wat meer optillen bijvoorbeeld. Dus daar kun je ook heel eenvoudig mee spelen. Het is nu inmiddels alweer 10 jaar geleden. Zaten we extreem laag met de broeken. Dus die voorkant werd echt helemaal naar beneden gedrukt. En die achterkant werd eigenlijk opgetild. Omdat die anders van je kont afvalt. Dus die hele taillijn die lag helemaal schuin. En tegenwoordig ligt die gewoon weer veel meer rechter op ons lichaam. Maar dat kan dus wel. Ga je even kijken.
midden voor en midden achter, daarmee kan ik dus de kruisnaad of de midden achternaad en hier ook. Bijvoorbeeld zeker bij volwassenen, als je, en je wil geen seizoen in het voorbeen, dan haalt hij het in eerste instantie alleen maar bij de zijnaden weg. Dan krijg je een hele kromme ronding op de heup. Dat wil je niet en dan verdeel ik het altijd over voor, midden achter en de zijnaden. En dus dan krijg je een betere verdeling. Dus altijd als je koek weghaalt, zorg ervoor dat je dat dan goed verdeelt. Want anders krijg je een probleem daarmee. Zijnaad is eigenlijk, gebruik ik die mijn broek eigenlijk weinig of niet. Dus daar kun je wel aan zitten, maar ik zit er eigenlijk nooit aan. Tussenbeennaad wel. Want de tussenbeennaad krimpt die automatisch met 12 mm. Ten opzichte van, dat vind ik voor een kinderbroek erg veel. Dus die zou ik zeggen min 6. Maar waarom is dat? Omdat die lijn die loopt schuin van draad. En die wordt iets uitgerekt. Waardoor die wat mooier om het been valt. Ook, ik zet hem ook heel vaak gewoon op 0. Omdat ik niet wil dat hij dat doet. Maar het kan juist ook wel. Dat je het wel gebruikt. Omdat het ook een heel goed effect kan hebben. Dus begin in, zet hem eerst op 0. Zit het goed, laat het op 0 staan. Zit het niet goed, ga dan even kijken hoeveel je die achternaad kunt krimpen. Ja, dus dat is inderdaad een idee. Even kijken, zoom. Oh ja, zoom is ook, zit standaard, laat hij het basispatroon zien met een omslag. Terwijl die omslag hebben we zelden nodig. Dus ik kan ook deze oppakken en dan is de omslag weg. En dan kan ik gewoon mee verder werken als zijnde een normale broek. Dat is vaak ook prettig. De kruisnaad. Dus dat is eigenlijk de vorm en de ronding van de kruisnaad. Ik zou zeggen, in eerste instantie blijf er zoveel mogelijk van af. Want de basispasvorm is mij in de afgelopen jaren opgevallen. Is echt heel erg goed. Zeker van de pantalon. Dus het is echt een hele fijne pantalon die erin zit. De plaats is weer hetzelfde als bij andere zaken. Daarmee kan ik de benen dichter bij elkaar verder wegzetten. Ik toch nog even terug naar de taille en aangeknipte band. Ik wil even inzoomen. Is goed. Ja. Ja. Is goed. Fijn weekend. Hetzelfde. Nee, die moet ik niet hebben. Waar zit ik? Waar moet ik zijn? Hier. Hier moet ik zijn. Bij verleggen lijnen, standaard. Verlaagt hij de broek, en voor kinderkleding vind ik dat wel veel, dus ik zou er zeggen van maak er min 20 van. Min 20. Dit is de bovenste lijn, het is de oorspronkelijke taille lijn. Maar je draagt de broek eigenlijk niet helemaal in de taille. De bovenkant van de tailleband komt in de taille. Dus de bovenkant tailleband betekent dus 4 centimeter naar beneden, dan pas begint de broek. Dus hij tekent de broek altijd wat lager en dan zit je inderdaad ook... met die lange lijf. Maar die kun je hier, en dat zitten we in het sleepbereik, verleggen lijnen. Daar kun je zien van de oorspronkelijke taille lijn. En dit is de lijn van de broek waar het uiteindelijk mee getekend wordt. Dus hou dat in de gaten, dat je die bij een salopet, dat je dit op 0 zet. Want dan heb je die extra lengte juist nodig. Ja? Dit zijn in principe de... punten die van belang zijn bij de broek. Dus dat laat het daar even bij houden.